Eerst gaan we naar de zeepkist. Het principe is net als vroeger. Je neemt de kist en je spreekt je uit over iets wat je heel belangrijk vindt. En vandaag is de beurt aan Giel de Winter van StukTV. Welkom en succes. Yes, welkom. Beste Tweede Kamer, de verkiezingen komen eraan. En ik wil het hebben over de waarheid. Het klinkt als iets dat heel zwart-wit is, maar in veel gevallen is de waarheid ontzettend grijs. We denken hem allemaal te kennen. We willen hem allemaal verkondigen en het liefst met een rits uitroeptekens erachter. Maar beste politiek, het vraagteken is zoveel krachtiger dan het uitroepteken. Stel vragen, veel vragen. Stel ze bij alle onderwerpen en aan alle groepen en helemaal aan jongeren. Deze jongeren zitten niet in de Kamer. En de politiek verliest op dit moment de connectie met deze belangrijke groep. Door te veel stoere uitroeptekens en te weinig vraagtekens. Ga in gesprek en probeer elkaar te begrijpen. Een mooi voorbeeld vond ik Diederik Gommers, die aan een andere talkshowtafel in een zee van meningen vragen begon te stellen aan Femke Louise. De kloof werd een gesprek, een aanval werd interesse, een persoon voelde zich gehoord, een brug werd gebouwd en het uitroepteken werd een vraagteken. De wereld verandert en de waarheid van vroeger is een andere waarheid dan die van morgen. Praat alsjeblieft met jongeren en communiceer met ze op plekken waar ze wel zijn. Je bereikt ze niet met alleen een tv-optreden, want ze kijken al lang geen televisie meer. Kom samen tot een boodschap waar jullie beide achter staan en geef jonge contentmakers de ruimte om zo'n gemeenschappelijk verhaal te verspreiden. Maak gebruik van hun creativiteit, zodat zij samen met jullie een grotere groep jongeren kunnen bereiken. Om ze mee te krijgen. Beste Mark, Jesse, Sigrid, Geert, Lilian, Wopke en al die anderen met goede bedoelingen. Maak de kloof tussen jong en oud alsjeblieft weer een beetje kleiner. En ik snap, jawel, dat een lekker vet uitroepteken het in de verkiezingstijd goed doet. Maar hopelijk maken jullie straks van het uitroepteken een vraagteken. Dankjewel.